Oh, hallo. Ik had jullie helemaal niet verwacht. Ik ben namelijk erg druk bezig met alle voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Ja, en dan kan ik af en toe mijn rust goed gebruiken. En dit jaar helemaal. Want jullie zijn niet het enige bezoek. Nee, ik heb namelijk een logé. Ik ben namelijk dol op logeerpartijtjes. En deze Pieter Hulphond wilde heel graag helpen dit jaar. En hij helpt fantastisch. Zo ook met dit plakboek waar ik mee bezig ben. Nou ja, zeg, dat is ook toevallig. Precies hier op deze plek komt de lievelingsfoto van Snoetje. Sinterklaas, moet u nou toch eens even... Oh, daar zit de schuldige. Schuldige? Wees eens een beetje aardig voor onze logé. Wat heeft hij gedaan? Kijkt u zelf maar. Hij was ermee aan het spelen en toen is hij in tweeën gescheurd... omdat hij hem niet los wilde laten. Ja, Snoetje is nogal erg gehecht aan die foto. Maar als ik ze aan elkaar vastplak, dan wordt het weer één geheel. Nou, wat een goed idee, Sinterklaas. Nou, heb jij maar weer geluk mee, hè, dat Sinterklaas het voor jou oplost. Niet meer doen, hè, Pieter Hulphond. Ik moet weer door. Ja, weet je wat, Snoetje? Als jij Bakpiet nou eens gaat helpen met al dat lekkers in het snoepgoedmagazijn... Ja, daar zijn natuurlijk alle Pieter Hulphonden dol op. Dans, Piet. Sinterklaas. Lukt het een beetje met de dansjes? Oh, beter dan ooit. Met deze online video's ben ik helemaal bij de tijd. Mooi. Misschien nog iets met klappen en zwaaien? Oh, Sinterklaas, dat is echt zo ouderwets. Tegenwoordig danst iedereen de swag bounce. De swag bounce. Ja, ja. Leuk. Prof Piet, wat ben jij aan het doen? Ja, wel zeker zeg hoor. Allerlei innovatieve manieren om die pakjes te bezorgen. Mooi. En wat wordt er nou het meest gevraagd dit jaar? Pizza met extra veel kaas. Wordt dat gevraagd als cadeautje? Dat is toch geen Sinterklaas cadeautje? Nee, niet ik alleen. Dat doen alle Pieten. Alle Pieten geven de kinderen een pizza als cadeautje? Prof Piet. Ja. Oh, Sinterklaas. Oh, die is leuk. Ik doe de klantenservice allemaal geweldige vragen. Hoe wij de pakjes op de goede plek krijgen. Wat mijn lievelingseten is. En of we alleen de daken opgaan of met z'n allen. Ja, stel die vraag maar, hè. Dus daar gaf je al die tijd antwoorden op. Nee, was Sinterklaas, die hield me even van mijn werk. Ja, oh, goede vraag, zeg. Goede vraag. Tess Piet. Sinterklaas. Voorbereidingen gaan goed, zo te zien. Nou, en sneller dan ooit, Sinterklaas. We krijgen zoveel hulp van allerlei digitale apps. Het is te veel om op te noemen. Mooi, mooi. Kunnen jullie mijn hulp nog ergens bij gebruiken? Eigenlijk niet, Sinterklaas. Nee, maar Sinterklaas, moeten we eens kijken. Kijk, als ik hier druk, kijk, zien we degene die kijken. Ongelooflijk. En Sinterklaas, als ik dan hier druk... Dan kan ik precies aankruisen wat iedereen wil hebben. Fantastisch. Ja, en dat gaat dan meteen door naar het pakjesmagazijn... waar de inpakpiet het inpakken. Want u weet met deze nieuwe techniek... vandaag gevraagd... Zometeen in huis, ik weet het. Precies. Maar is dit allemaal niet een beetje veel? Het ging toch altijd goed op de oude, vertrouwde manier? Oh, Sinterklaas, dat was misschien ook wel een beetje ouderwets. En Sinterklaas, deze techniek houdt het allemaal vol. Moet u kijken. Het gaat supergoed. Echt, maakt u zich geen zorgen. Sinterklaas, waarom laat u de kinderen niet een kijkje nemen in uw goot? Oh, wat een goed idee, Testpiet. Oh, dankjewel. Ik ga dat nu meteen doen. Goed zo. Dag, Sinterklaas. Jullie zijn natuurlijk vast benieuwd wat er allemaal in het grote boek staat. Laten we snel gaan kijken. Guusje, jij bent al 2 jaar oud. Misschien ken je zelfs al wat Sinterklaasliedjes. Voor jou is er altijd ruimte om tijd vrij te maken voor een ander.
Het woord behulpzaam staat nog net niet op je voorhoofd geschreven. Maar zo nu en dan mag je ook best een beetje aan jezelf denken. En je laten verwennen door een ander. Je benen in de lucht, je armen heen en weer. Jij houdt van dansen. Net zoals de Danspiet. Zij kent ook een hoop hippe danspasjes. Je ziet haar vast wel eens dansen in een videoclip. Ken je al zo'n danspasje of maak jij je eigen dansje? Ik lees dat jij je bordje niet altijd leeg eet. Mijn superpiet vertelde mij dat hij daar een beetje verdrietig om is. Want hij hoopt dat jij later net zulke dikke spierballen krijgt als hij. En dat kan alleen als je je bord leeg eet. Beloof jij superpiet dat jij je best gaat doen? Eens kijken wie er nog meer in het grote boek staat. Moos. Jij bent alweer 1 jaar. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik je naam voor het eerst in mijn boek schreef. Aha, we hebben hier te maken met een durfal. Jij bent hartstikke stoer. Jij bent niet snel bang en dat vind ik super knap van je. Jij doet veel stoere dingen die andere mensen niet altijd durven. Gelukkig denk je ook goed na, waardoor je niet snel in de problemen komt. Ik zie dat de iPad jouw grote vriend is. Op de iPad is ook zoveel leuks te doen, zoals spelletjes doen of video's bekijken. En als je zou willen, kun je zelfs de video van Sint-boodschappen op de iPad kijken. Dan kun je lekker gaan genieten. Soms word jij opeens snel boos. Maar het is niet fijn om zo snel boos te worden. Niet voor andere mensen, maar ook niet voor jezelf. Weet je wat? De volgende keer dat je voelt dat je boos wordt, tel dan eens tot 10. Je zult zien dat je je daarna rustiger voelt. Wat is er toch aan de hand met de stroom in het kasteel? Of zou het aan de lamp liggen? Ja, die staat hier natuurlijk al jaren. Dat lampje is aan vervanging toe. Ik ga meteen een nieuwe halen en dan lezen we straks weer verder. Ho, kleine vriend. Ja, ik weet dat je het allemaal heel erg lekker vindt, hè. Maar dit hier zo is voor alle kinderen in het land. Ja, natuurlijk weet ik dat je een hele lieve hulppietenhond bent. Die houdt van snoepen. Maar eerst is het tijd om aan het werk te gaan, hè. Ja, nou vooruit. 1 pepernootje om te proeven mag wel. Laten we meteen even de algemene check uitvoeren samen. Spekjes. Check. Chocoladeletters. Check. Thai Thai pop en speculaas. Check. En mandarijntjes. Mandarijntjes, waar zijn de mandarijntjes nou? Mandarijntjes. Had ze zo... Nou, Sinterklaas, ik weet zeker dat 1 van deze 100 lampjes het moet doen, hoor. Ik hoop het. Zo, nou eens even kijken. Nou, zeg. Had jij die mandarijnen de hele tijd? Je kan wel zeggen van niet, maar ik weet zeker dat ik die mandarijnen daar had neergelegd. Dallas? Maar Dallas? Nou, ga jij de andere Pieter maar eventjes helpen. Je hebt al meer dan genoeg gedaan. Of, wacht eventjes, was ik ze zelf misschien vergeten? En wil je alleen mij helpen? Poging nummer 20. Ja, oh, Sinterklaas! Kijk eens, helemaal gefixt. Gelukkig, want zonder licht kan ik niet lezen wat er staat. Waar was ik ook alweer gebleven? Guusje. Zo, dat is even een ander gezicht. Wat ben jij al enorm gegroeid. Jij doet ook flink je best om goed te slapen en lekker te eten. Ik ben benieuwd of ik jou volgend jaar nog herken. Wat denk jij? Ja, toch zeker, maar dan wel een stukje groter. Jij bent een spaghetti-monster. Jij bent gek op die lange, dunne sliertjes met die lekkere smaak. Mijn pieten doen wel eens een wedstrijdje spaghetti slurpen. Dan kijken ze wie de langste sliert kan opslurpen. Kan jij ook goed spaghetti slurpen, denk je? Ik denk dat jij ook bij de K3-meisjes zou willen horen. Want als jij ze ziet, is het voor jou 1 groot feest. Jij geniet van deze 3 meisjes.
Ze maken je blij. En dat is fijn om te lezen. Dans je dan ook mee op de muziek? En zing je mee met de liedjes? Vast wel. Want je bent tenslotte dol op K3. Eens kijken wie er nog meer in het grote boek staat. Moos. Aardappels, rijst of macaroni, jou maakt het allemaal niet uit. Want ik zie hier dat jij altijd je bordje leeg eet. Eigenlijk ben jij een alleseter. Goed van jou, hoor. Want alleseters worden later groot en sterk. Dus ga zo door en blijf altijd je bordje leeg eten. Dit blijft altijd wel een dingetje, hè? Hoe krijg je die spaghetti-sliertjes netjes in je mond? Gelukkig heb jij flink geoefend, omdat je er zo dol op bent. Ze zijn harig, hebben 4 pootjes en zijn heel dapper. Weet jij wie ik bedoel? Paw Patrol, natuurlijk. Deze stoere puppies en hun baasje Ryder zijn jouw grootste helden. En dat snap ik heel goed, want ze durven alles. Soms vind je hun avonturen wat spannend, maar het komt altijd weer goed. Welk hondje van Paw Patrol vind jij de allerstoerste? Wat is het toch leuk om te zien hoe iedereen groeit en wat iedereen allemaal meemaakt. Weer een stroomstoring. We maken hier ook altijd wat mee. Wat zijn die pieten toch aan het doen? Rolf, kom op. Je moet echt wat sneller. Ga door, ga door. Gaat het een beetje, Pieter? Oh, Sinterklaas, nee, het gaat helemaal niet. De systemen hebben de maximale capaciteit bereikt. Alles dreigt uit te vallen. En de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest dan? Dat lukt misschien ook niet. We hebben ons zo bezig gehouden met die digitale weg. We zijn de rest gewoon een beetje vergeten. Ik doe wat ik kan. Met mijn gepatenteerde energiegenerator kan ik zo stroom op weg voor wel zeven kastelen. Kijk je wel een beetje uit, prof Piet. Ik weet voor wie ik het doe, Sinterklaas. Weet voor wie ik het doe. Oh nee! Wat gebeurt er? Oh nee! Ze zijn allemaal oververhit. We verbruiken gewoon veel te veel stroom. Dan moet ik nog harder, nog sneller lopen. Alles lijkt weer normaal. Kom op, Pieter, aan de slag. Schermpjes aan. Ho. Rustig aan. Er is maar één iemand aan wie jullie te danken hebben dat alles weer normaal is. En dat is Snoetje. Die grote reuzenstekker, die zorgt voor veel te veel stroom en voor overspanning van alle systemen. Dat brengt pakjesavond in gevaar. We gaan door met alle voorbereidingen, maar op de oude, vertrouwde manier. Oké, Sinterklaas. Zonder al die schermen en dat digitale gedoe. En wat zeggen we dan tegen Snoetje? Dankjewel, Snoetje. Dankjewel. Aan de slag, aan de slag. Ja, we hebben veel te doen. Op het dak, op het dak. We vullen elke schoen. Heb jij ook zo lang gewacht op dit moment? De hele nacht, de hele nacht zijn wij voor jou aan de slag. Het is fijn om een coole Piet te zijn. In deze tijd wordt ieder kind verwend. Oh, 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 oh. Wij Pieten feesten op de daken. Oh, 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 oh. Wij Pieten feesten alle dagen. Geen probleem, pak het aan, Pieten kennen geen gevaar. Harde wind, volle maan, oh het is een feestje. Oh, 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 oh. Wij Pieten feesten op de daken. Gaan wij in en uit, door de deur of de haard. Pak die wortel voor het paard. Ongestoord en niemand die ons ziet. Zo, Snoetje, ben je er klaar voor? Het Sinterklaasfeest kan eindelijk beginnen. Sinterklaas, heel even wachten. Ja, het Sinterklaasfeest kan bijna beginnen, maar nog net niet helemaal. Want we willen eigenlijk iemand extra bedanken. Ja, we hebben iets laten maken voor onze geweldige Pietenhulphond.
Hoor je dat, Snoetje? Je krijgt een cadeautje. Ja, voor jou is het natuurlijk ook een beetje Sinterklaas. Ja, dat klopt, Sinterklaas. En wij vonden het zo leuk dat Snoetje bij ons was, dat we hopen dat Snoetje nog heel vaak bij ons komt logeren. En dan komt dit, denk ik, heel goed van pas. Oh, kijk nou toch eens. Wat lief. Geen beter cadeau voor een pietenhulphond die zo gehecht is aan deze foto. Klaas, we hopen dat hij hem mooi vindt. Dat weet ik wel zeker. En hij krijgt een vaste eigen logeerplek in het kasteel. Oh. Maar hoe staat het eigenlijk met de cadeautjes van de kinderen? Oh, Sinterklaas, die hebben we natuurlijk al lang afgeleverd. Oh ja? Wilt u misschien weten waar? Ja. Daar. Zal ik het jullie vertellen? De cadeautjes liggen in de gang. Ga maar snel kijken en veel plezier ermee. En we wensen jullie allemaal een fantastisch Sinterklaasfeest toe. Ja, veel plezier. Doeg. Dag. Zie de maan schijnt door de bomen. Makker staart u wild geraas. Het heerlijk avondje is gekomen. Het avondje van Sinterklaas.